Nou, uh, we kunnen uh, meedoen met uh, het nieuwe seizoen van Wie is de Mol als hij nog niet opgenomen is in ieder geval. Ik denk het ook. Nou, waarschijnlijk wordt hij al opgenomen of hè, uh, is het al opgenomen of hebben ze de kandidaat al uitgezocht? <laughs> ja, helaas. Gok ik? Ja, ik ben niet eens uitgenodigd. Wat stom. Ik, uh, ik ga niet liegen, Guido. Ik betwijfel ook of dat ze mensen die iets met Wie is de Mol op het internet doen hier ooit voor zouden vragen. Uh, <laughs> Omdat ik te diep in de materie zit of zo. Of, uh, ja, dat uh, ja. denk ik wel. Of, uh, ja. hè? Nou, ja, nee, ik, maar ik, ik denk dat het wel gek zou zijn. Ja. Denk je van niet? Zou het, ja. zou het publiek, dat dan uiteindelijk de afleveringen kijkt, niet heel erg denken van Huh, onbekende mensen, maar dat doet wel iemand mee die. Zeg maar al, uh, ik weet niet hoeveel jaar ondertussen, video's over wie je te mol maakt. <laughs> ja, oké, okay, je hebt een punt. Ik moet je helaas teleurstellen, dus ik denk niet dat het ervan gaat komen. Misschien als ze een keer een seizoen met moloten doen. Ja, want ik ben dus nu te bekend voor het onbekende seizoen, maar je hebt ja, te onbekend, onbekend... voor het bekende ja. seizoen. Ah, dus eigenlijk ja. heb je jezelf in een gigantische kutpositie <laughs> gemanoeuvreerd. Helaas. Shit. Ja. Ja, U bent uh, de zwakste schakel. <laughs> Tot ziens. <laughs> ja, om even duidelijkheid te geven, er gaat dus een nieuw seizoen uh, van Wie is de Mol opgenomen worden. Het, het 25e seizoen, of het 26e seizoen in ieder geval, wordt met onbekende Nederlanders opgenomen. Uh, ja. En uh, Hila, kandidaat van seizoen 22, die uh, gaat uh, dat presenteren. En de gaan geruchten dat het een npo startserie wordt. Dus dat het niet eens. Uh... Ah, okay, okay. Op tv komt dan. Dat zeg hebben maar. ze uh, laatst laatste ook een keer met iets gedaan, toch? Dat ze een npo startserie ervan hadden gemaakt. Was het niet met de slimste mens of zo? Met, uh... ja, ja, het jubileumseizoen van de slimste mens. Dat was hem inderdaad. Heel ja. goed. Ja, er waren oud-winnaars of zo gingen tegen elkaar uh, Ja, Alle met... oud-winnaars. Ja. Uh... Dat uh, moet ik eigenlijk nog een keer terugzien. Want dat, dat, ik vind dat altijd wel een leuk programma. Ja, ja, zeker. Het is nu ook op tv. Dus. Uh, ja. Missen ja, ja, we weer. Speciaal voor ja. Ik bedoel, het is heel vroeg nu. Oh ja, het is, heel, ja, oh ja, dit is, het is donderdagochtend, zes uur natuurlijk. Ja, 6 ja, ja. uur. Ah, vanavond weer een nieuwe aflevering. Nice. Ja. Vroeg opgestaan. <laughs> ja, dus. Nou, we gaan het gewoon afwachten. Uh, AfroTos heeft nog ja. niks uh, bevestigd, in ieder geval. Dus. Uh, ja, nou, nee, denk... maar ik ben wel benieuwd. Ik vind uh, de Belgische doen het met onbekende mensen altijd erg leuk. Dus hè? ik laat ja. me graag verrassen nou, wat uh, de, de publieke omroep ons gaat brengen. Misschien dat ze wel weer echt keihard voor de pot willen gaan. Want dat ontbreekt nog wel een beetje bij die uh, bekende Nederlanders. En die hebben ik ik hoop het wel. Ja, dat ja, zal, is wel ja. leuk. Ja. Ja. ja, het wordt wel lastig voor de mol dan. Om daar echt uh, te mollen dan als uh, iedereen voor de pot wil gaan. Ja. Nou ja, maar ik heb nooit het idee dat het in België nou zoveel moeilijker is voor de mol. Dus nee, dat is wel waar wat je zegt, ja. En uh, als er dan een bekende Vlaming meedoet aan het Belgische seizoen... dan ligt hij ook gelijk de eerste aflevering eruit. Dus, uh, ja, klopt. Ja, dat nu net uh, het inderdaad zegt. <laughs> dat uh, was ik eigenlijk alweer helemaal vergeten. Ja, dat was afgelopen <laughs> seizoen. Uh, ja, dat was ja. ook wel weer grappig. Ah, wel goed. Heel goed. Ja, nou, wij gaan dat natuurlijk over uh, de Nederlandse... Uh, wie is de mol hebben het Nederlandse seizoen. Seizoen 24. En wij, dat zijn uh, g Kussers en ik ben uh, Guido Verheijen. En uh, we gaan het over aflevering 2 hebben van Wie is de Mol. Die was afgelopen zaterdag dus op televisie. En uh, ja, wat vond je ervan, G? Ja, ik heb dus heel veel verschillende geluiden gehoord. Maar ik vond het echt gewoon een leuke aflevering. Oh, vertel. Om, ondanks dat het maar twee opdrachten waren. Ja, ik, ah. ik, uh, ik vond het wel lachen. Maar volgens mij sta ik daar uh, vrij alleen in. <laughs> Hoe weet je dit toch? Ja, ja, geen idee. Mag ik, ik, mag uh, ik dan ik uh, maar gelijk ranten? Ja, nou, ik wil het zeggen brandlos, want uh, dat is veel leuker om te horen als iemand die positief is over van alles. Nou, kijk, we, ik vond aflevering 1 echt fantastisch. Dus uh, het had mijn uh, verwachtingen al overtroffen, de eerste aflevering. Dus ja, de tweede aflevering net zo goed doen was al best wel lastig, om heel eerlijk te zijn. Maar moet ik er wel bij zeggen, ik vond en de, uh, de tweede opdracht vond ik heel lang duren. Um, het mm -hmm. werd steeds geswitcht natuurlijk van hey, de, de mensen die in dat zwembad liggen en niks aan het doen zijn. naar nee, opeens op de berg en aan het klimmen zijn. Uh, met die podcast natuurlijk. En ik vond dat een beetje te lang duren, omdat ik ook best wel vrij snel in de gaten had. dat inderdaad die mensen die op een gegeven moment opstonden. dat dan iets gaat gebeuren daarbij, die mensen op de berg. Dus ik had wel ja, in de gaten precies. van. daar zit een soort van, hè, die hebben iets met elkaar te maken, zeg maar. En ja. over het algemeen vind ik dat best wel tof hoor, dat die ene uh, iets te maken heeft met de ander. Dat doen ze in de Mol België natuurlijk ook veel. Dus uh, dat, dat vind ik wel tof. Alleen ik vond dit iets te lang duren. Ik had eigenlijk dan liever nog een, uh, gewoon een derde opdracht gezien. En mm -hmm. die eerste opdracht, daar begreep ik echt helemaal niks van. Want het was nee? me totaal oh. niet duidelijk in het begin... of uh, er met twee enveloppen nou één bedrag moest gevormd worden. En als dat niet lukte, dat ze dan weer doorgingen naar een volgend bedrag. Of mm -hmm. um, dat ze uh, één keer konden innen. Of dat ze elke keer konden innen. En dat die bedragen dan bij elkaar opgeteld zouden worden. Ja, ik, ik zat echt zo te kijken, want ik snap er helemaal niks van. En later werd het me inderdaad gelukkig wel duidelijk, na een paar keer terugkijken pas. Uh, dus dat mm -hmm. er, inderdaad, dus wat ik net al zei, je kon volgens mij twee keer een ronde lopen en dan kreeg je twee enveloppen voor. Uh, daarmee kon je op de tribune dus een uh, bedrag vormen. Alleen mm -hmm. ja natuurlijk die eerste, dat eerste bedrag dat je vormt is gewoon heel laag. Dus dat, dat wil je niet. Dus dan zeg je, oké, okay, ik haal deze borden weer weg. Ik ga een nieuw bedrag vormen met twee enveloppen die ik daarna verdien. En dan Precies. kom je erachter, ja, dit is ook niet echt wat ik wil. Dus eigenlijk zou je een van de laatste zou je eigenlijk pas moeten vormen. om echt een goed bedrag te krijgen. En dat is ja. volgens mij hoe de opdracht in elkaar zat. Alleen ik vond dat niet heel duidelijk worden in, in de aflevering zelf. Dus mm, dat stuk was inderdaad niet heel duidelijk. Maar voor mij was wel vrij snel duidelijk. dat je dus hè, de, de eerste twee, de, 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 de hè, nummer uh, envelop 1 en 2, 3 en 4 of 5 en 6, kon combineren tot een bedrag. Ja. En inderdaad, hè, dan ontstaat er het risico dat je, dat je te lang wacht en dat je geen tijd meer hebt. Eigenlijk zou je 1 en 2 willen gebruiken om te oefenen met oké, okay, jongens, dit is hoe we, hè, uh, dit is hoe we die borden neer moeten zetten. En ja. dit is hoe we met elkaar communiceren. En dan envelop 5 en 6 voor het echt, om het maar even zo te zeggen. Ja, dan begin je pas echt een lekker bedrag te creëren. Want ik heb Precies. even opgeschreven wat de eerste twee bedragen waren. En uh, even kijken. Oh, ik heb het hier neergezet inderdaad. De eerste ronde was 165 euro en de tweede ronde 365 euro. Dus het, het wordt wel steeds hoger waarschijnlijk. Ja. Uh, maar wat jij zegt, ja, je kunt beter de eerste rondes gebruiken om gewoon te oefenen. En daarna wordt het steeds meer waarschijnlijk. Ze hadden misschien nog ja, een ander onder het gras gezeten hebben... dat je de ene laatste moest nemen. Want de allerlaatste is dan weer lager dan de ene laatste misschien. Mm -hmm. Dat dat er nog in zat. Maar, um... maar ja, laten we het dan eens even gaan hebben over... Uh, Oké, okay, het was misschien geen super opdracht. Uh, nee. Maar ik denk wel dat er hier een aantal punten waren... waar je heel goed kon mollen. Ja, absoluut. Ja. En er waren een aantal punten waar je totaal niet kon mollen. Of een aantal, ik denk één. En dat was als jij op de baan aan het rennen was. Ja, ja, en daar zat dan juist. Ik weet op. niet wat je dan zou moeten mollen, zeg maar. Nee. Je kunt wat trager rennen, maar dat heeft volgens mij echt geen, geen uh, mintijd opgeleverd, om het maar even zo te zeggen. Nee, ik, ik had ook het idee dat ze alle enveloppen wel op tijd hadden. Uh, ja, ja. daar zat niet een probleem of zo. Het probleem zat hem bij de communicatie en vervolgens bij de mensen die de borden neerzetten. Uh, en ik denk dat je dan nog beter kunt mollen. Bij het borden neerzetten als bij de communicatie. Omdat door even vanuitgaand dat, stel de MOL zit bij de communicatie, je wordt zo makkelijk gecontroleerd. Want er kan iemand langs je staan, leest het briefje met je mee en dan zegt hij gewoon: Nee, dit is fout wat je nu zegt. En of je zegt het dan fout en dan doe je heel veel dacht, of, of je zegt het goed en dan gaat het in principe goed, tenzij is het bovenaan verklooien. Ja. En daar was het, naar mijn inziens, veel moeilijker om elkaar te controleren. Ik ja, bedoel, zet zo'n ja. ze bord, zeg maar, hè, in plaats van dat je hem op 6A zet, zet hem, zeg maar, of op, op, op A6, zet hem tussen A5 en A6 neer. Ja, is het dan nog goed? Ja, ik snap wat je bedoelt. En het is moeilijk te controleren natuurlijk, omdat je eigenlijk even vanaf een afstand moet je het overzicht zien Precies. en dan moet je zien van, ja, oh ja dit is inderdaad... Uh, Um, nou ja, en bedraag. je bent zo, die bedragen allemaal weer vergeten. Zeg maar, die, die, hij, die, van nee werd er een, 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 een uh, rij met stoelen naar boven gegooid, zeg maar. Van hier moet alles staan. Mm -hmm. Ja, zeg uh, na drie rijen nog maar eens of het inderdaad allemaal op, op de goede stoel stond. Ja, ja. Ja, dus dan, uh, want uh, we hebben daar Jip gehad volgens mij, Rian en J Justin toch? En Justin en nog iemand toch? Of waren het maar drie? Volgens mij waren het er drie. Ja, of drie. Ja, ik, ik heb in ieder geval, he, naar mijn inziens, was dat echt wel de beste plaats om te mollen. Ja. Uh, al was het, het omroepen ook wel een erg goede plaats. Zeker met de verwarring die er gezaaid kon worden. Ja. Zeker in het begin, toen er nog door meerdere mensen die ook daar stonden, gerend moest worden. Ja, en uh, je had volgens mij drie kwartier voor deze opdracht. En ja, je ziet natuurlijk maar een heel klein gedeelte in de, de aflevering zelf. Want volgens mij ja. hebben alle drie de kandidaten die daar hebben gestaan op die plek, dat waren Anna volgens mij in het begin, daarna kwam Kees en Fons nog op het einde, dacht ik. Ja. Um, ja, die moeten dan even gemiddeld gezien een kwartier lang daar gestaan hebben. Ja, laten we zeggen dat ze daar allemaal in ieder geval twaalf minuten hebben gestaan en dan de ja. laatste paar minuten nog met z'n allen. Ja. Maar toen was het hek al van de dam, want al die enveloppen waren al door elkaar gehaald. En je hoort ja. op een gegeven moment ook zeggen uh, op de tribune: van, oh die hebben we al. Dus laten we doorgaan mm -hmm. naar de volgende envelop. Terwijl je ja. moet eigenlijk weer een nieuw bedrag gaan vormen met nieuwe enveloppen. En dat Precies. gebeurde dus niet. Nee, en, en, want dat, maar dat is, vind ik dan ook al wel heel verdacht. Vanaf nou, de tribune wordt dan geroepen: dit hebben we al. Ga maar naar de andere envelop. Maar dat is helemaal niet het idee. Je moet juist met die envelop doorgaan. Ja, ja Om en dat gebeurt alles dus van die envelop op te krijgen. Dus dan dus, wordt dan weer. Ja, het is heel moeilijk te zeggen wat nou, denk ik. Waar de mol heeft gezeten, want van beide kanten was het echt zo matig wat er gebeurde. Ja, ja. En toch zit ik te denken: stel je bent daar um, um, aan het hardlopen en je ziet het eigenlijk al fout gaan als mol, zijnde, dan, dan hoef je niet eens uh -huh. in te grijpen. Nee, dat, dat is zo. Maar, maar ik, ik, ik ja. vroeg me ook af, bijvoorbeeld zo'n uh, zo Tooske of uh, Rosario heet die volgens mij toch? Ja, Rosario, dat ja. Ja, die hebben eigenlijk alleen maar rondgerend. Ja. Kijk, je ziet het misschien fout gaan. En dan hou je je handen ervan af. Maar uh, toen Anna het in het begin deed, ging het toch niet eens zo heel slecht. Ik had het idee dat zij het wel door had. En ik heb het later dus ja. even teruggekeken. En in de bieft zegt zij precies zoals, zoals het moet. Zij zegt het juist. Ja, precies. Ja. Zij had het door. Zij had het wel dus, door, ja. Dus ja. als mol zijnde, als ik aan het rennen zou zijn... ...en ik zou horen hoe Anna dat, dat naar, naar boven, zeg maar, communiceert... Zou ik als mol, als ik ren, wel eens hebben van... ...oh shit, hier gaat iets mis. Of in ieder geval, dit gaat te goed. Dit is niet het idee. Ja. Ja. Maar um, dat idee kreeg ik niet in ieder geval. Nee, nee. Nee. Ja, en wat jij dus zegt... Uh, ...op de tribune is de beste plek om te mollen, denk je waarschijnlijk? En... Ja. Ik, of, of het communiceren. Ik denk dat het redelijk gelijk aan elkaar is. Ja. Maar... Ja, mijn instinct zegt dat je misschien liever op de tribune staat als mol. Ik heb Rian wel horen zeggen dat ze last had van de voet, dus dat, dan, dan plaats je jezelf wel gelijk in een goede positie door de tribune dan te pakken, want dan ga je waarschijnlijk niet rennen. Dus dat is nee, wel ja, slim dat, dat, om te doen. Precies. Ah, ja. dus, uh, laat ik het zeggen, ik aantal mensen die ik, de mensen die ik wel verdacht vond, zaten allemaal op een goede plek hier. Of ze stonden op de tribune, of ze waren aan het omroepen. Ja. Dus wat dat betreft word je daar niet heel veel wijzer uit. Maar ik vond wel zo'n Rosario voor mij. Ja, ik weet het niet. Ik, 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 ik heb hem nog niet helemaal afgeschreven. Maar ik vond nee. hem zo. in zowel aflevering 1 als aflevering 2 niet aanwezig in de uh, opdrachten. Mm -hmm. dat of in ieder geval heeft. geen negatieve impact hebben, in ieder geval. Nee, en ja, daar krijg je straks weer een mol die dan deed dat het op de achtergrond is gebleven. Dat is ook niet echt leuk. Nee, dat, Ja, dat, het, ja zou kunnen, het zou kunnen, maar, nee, ik, ja, vind, maar... ik vind, ik, ik heb tot nu toe niet dat ik denk, oh, hij is het. Nee. Ik moet wel zeggen, bij de tweede opdracht doet hij iets meer verdacht, want hij heeft best wel veel vragen fout. Dus dat ja. is het enige waarvan ik denk van, oké, okay, dan zou dit een molactie van je kunnen zijn geweest. Maar ja, hij is daar niet de enige, nee. dus het is dus ook niet, niet alsof, alsof het je hè, alsof hij de enige is die alles fout heeft, zeg maar. Nee, nee, klopt. Um, maar goed... Ja, dan nog even de afleveringstitel. Ja. Want dat was natuurlijk. Uh, oh ja, dat uh, hebben we vergeten. Ja, maar die komt mooi uh, nu eigenlijk. Want het gaat over, uh, uh, het is afgelopen. Dat is uh, uh, de afleveringstitel. En Justin die uh, sluit deze opdracht eigenlijk af door op een gegeven moment dat vuur nog aan te steken. Beetje voor televisie eigenlijk. Want ja. Ja, er stond geen enkel bedrag, natuurlijk, op de tribune. Dus dit was echt een uur om even te laten zien van oh, kijk, we zijn in het stadion, wat cool. Uh, dus ja, het zou een verwijzing naar Justin kunnen zijn uh, geweest... omdat hij uh, als het ware de opdracht dus afsluit. Ja. Uh, voor de rest kon ik ook niet zo heel veel met deze uh, afleveringstitel. Maar, nee, precies. Ja. Uh, yeah. uh, ik zit nog even te kijken of ik iets ben vergeten. Uh, ja. ja, dat vond ik ook wel mooi. Uiteindelijk zegt Rick natuurlijk... Uh, ja, zoek maar even uit wat er is misgegaan uh, tot morgen. Mm -hmm. Dus hij, hij laat eigenlijk... Ja. Uh, de groep achter in uh, totale uh, waanzin en ze hebben ook helemaal geen idee wat er nou precies fout is gaan op een nee, enkeling precies. na en beginnen toch wel de discussie met elkaar aan te gaan en vooral elkaar de schuld te geven dat doet deze groep wel echt ja. veel ja precies het zag je in uh, aflevering 1 ook al hè? Van, uh, ja. ja maar jij hebt niet op die gestemd dus <laughs> ja maar ik vind het ook wel lekker dat het een beetje He, dan, het mag best een beetje wringen soms. Het hoeft ja, allemaal, niet, uh, ja. het hoeft allemaal niet, niet vriendschappelijk te zijn. Ik vind het wel leuk als er een beetje spanning is of zo. Ja, vind ik ook. En volgens mij heeft Fons nog gezegd uh, dat ze voortaan op uh, cruciale posities gaan ze geen wisselingen meer doen. Uh, ja, klopt. Of Anna of, of Fons. Uh, iemand, een van hun volgens mij. Uh, ja. Dus ik, ik ben benieuwd of ze zich daar gaan houden en of het dan ook beter Tuurlijk gaat. Niet. Tuurlijk dat niet. denk ik niet. Nee, <laughs> Nee. Nee, precies. Is dat ooit gebeurd met Wiestemol Dat nee. ze zich allemaal afspraken houden? <laughs> nee, niet echt, nee. Uh, ja, de tweede uh, opdracht... Uh, daar gaan we dan maar gelijk naartoe. Uh, er ligt een envelop op uh, tafel... terwijl ze uit eten zijn. En daar uh, wordt uh, ingezegd... dat er vijf waaghalsen gezocht worden... En vier ja. mensen, uh, daar wordt nog niet verteld van wat ze gaan doen, maar ze moeten hun zwembroek meenemen, was volgens mij de grap. Ja. ja <laughs> dit, dit, dit ben heel erg denken aan wat, wat ik ooit, als ik, uh, als ik het geluk heb ooit ouder te mogen worden, heel graag ooit zou doen: om een uitdaging te zetten. Neem alsjeblieft je zwemkleding mee en dan gewoon niet gaan zwemmen. <laughs> ja, ja. <laughs> Dat zou wel mooi zijn, ja. Dat is even zo grappig. Gewoon zeker als je, als je dan een andere ouder bent en je krijgt die uitnodiging voor je kind. en dan staat erop en dan vraag je: wat heb je gedaan? Ja, we zijn naar de speeltuin geweest of <laughs> ja, zo. ja, 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 ja. ja. Dat echt ook van wat? Uh, ja. Ja. ja, ik zou dat echt hilarisch vinden mocht ja. dat dan gebeuren. Maar ik denk veel mensen wel. Uh, ja, ik vond het wel grappig. Want uh, ja, die vier zwemmers, dat zijn Tooske, Jeroen, uh, Kees en Rian. Die uh, gaan natuurlijk naar dat dakterras. En uh, Rick komt daar ook gewoon aan. En die zegt: uh, Nou, uh, ga maar vast zitten. En daarna loopt ja. hij ook gewoon weg. En ze hebben het volgens mij nog helemaal niet echt in de gaten dat, uh, dat Rick wegloopt. Ze zijn nog een beetje bezig met uh, een beetje settelen, even gaan zitten. En op een gegeven moment kijken ze op zich heen: zo van, Huh. En nu? En nu? Ja. Hebben we nog een opdracht of ofzo? Ah, er lag een tablet met tijd. En dat was ja. het. <laughs> ja. Dat was het ja. Da volgens en dan mij... volgens mij ja. uh, stond, stond er iets op van. Uh, ja in de strekking van geduld dat is een schone zaak ofzo. En alle mensen die zich haasten. Die vervuilen de boel. Zoiets was het volgens mij. Ja. Ik weet niet precies wat er stond. Ja, alleen ze, ze snappen de hint krijgen. totaal niet, want ze gaan gewoon... Nee. Ja, ze zien van allerlei uh, dingen om zich heen dat zich uh, de aandacht trekt natuurlijk. Uh, ja. Uh, Boordspellen, uh, het zwembad natuurlijk. Ze krijgen de massage. Uh, ja. Wat had jij in deze situatie nou ja, gedaan? En de ja. massage en de pedi of manicure, ik weet niet welke welke is, mm. die... Uh, dat was nog niet eens het punt, want dan was je ook zeg maar aan het zitten of liggen. En dat was niet het probleem. Maar ja. vooral hè, de dan constant opstaan van dat soort dingen. Dat was dan wel. Uh... Ja, volgens mij. Het werd, het werd niet in de aflevering gezegd, maar volgens mij moesten ze wel alle vier zitten, zodat ze bij de andere groep dan. Uh, ja, dat idee had ik, waar ik wel uitging. Ja. Uh, maar ja, goed, goed, wat had je zelf gedaan? Want dit eigenlijk nog nooit gebeurd dat er een opdracht is waarin de kandidaten nee. dus eigenlijk niks hoeven te doen. Uh, en vooral omdat nou, ik. ik snap als kandidaat gebeurd, ja. zijnde heel goed dat je wat gaat doen. Ja, je verwacht meer. Dat ja, is het natuurlijk, dat. ja. Alleen als kandidaat. Ik, ik heb wel erg moeten lachen om sommige opmerkingen van uh, ja, is, is, is dagbesteding en allemaal <laughs> dat soort dingen. Dat was wel heel erg grappig. Ja, en... Uh, maar ja, euh, ook als, als we het bij deze opdracht gaan hebben over de beste positie, dan denk ik dat we het vrij snel over eens zijn dat de beste positie wel op de rots was. Ja, daar is wel het geld te verdienen. Ja, dat. Ja, en wat het ook is natuurlijk, je, je weet niet wat er op de berg gebeurt en wanneer die podcast iets vertelt wat per se onthouden moet worden. Dus. Dan mm -hmm. moet je het echt heel erg goed kunnen timen. Maar dat, dat kan haast niet. Die podcast werd ook vier keer achter elkaar uh, opnieuw Ik zeg De podcast was geen twee uur. Het was een, nee. Dus dan moet je echt weten: hè, op, op 15 minuten in de podcast wordt deze vraag beantwoord. Ja. En dan moet je zelf al in de gaten hebben hoe laat het ongeveer is. En dan moet je even iets gaan doen of zo. Ja. ja, en dan nee, heb je ook nog eens het, het, het risico niet. dat het dan een vraag is die iemand toevallig weet. Want ja. hier hebben we het net ook even over gehad. Er zaten wel gewoon een aantal vragen tussen, wat, hè, wat je zou kunnen weten als je iets over Mexico weet, die niet eens ja. heel ingewikkeld zijn. Nee, bijvoorbeeld, wanneer waren de Olympische Spelen? Ja, 1968. Je bent de dag ervoor in weten. het Olympisch Stadion ja. geweest. Ja, wat doe ja. je s'avonds even? Hè, even uit interesse opzoeken. Oh, wanneer nou waren de Olympische Spelen hier eigenlijk? Ja. Wie, uh, wie was de eerste ontdekkingsreiziger vanuit de, of die, die Mexico ontdekte? Ja, dat zijn dingen die je vroeger misschien wel eens met geschiedenis hebt gehad. Of als je dat interessant vindt, heb je dat misschien ooit een keer opgezocht. Mm -hmm. Ja, ja daarom, dat zijn ja. wel dingen die je kunt weten. Ja, wat natuurlijk wel zo is. is uh, als je bij de zwemmers zit, dan kun je wel de hele groep benadelen. door dat nummer natuurlijk af te laten spelen. Dan kan niemand naar de podcast luisteren. Uh, maar aan de andere kant bij uh, de berg, daar heb je één vierde. Van het bedrag wat je zou kunnen verpesten. Want ja, ja je krijgt 1 vierde, dus als duizend euro. En als je niet weet, kun je dan nog doorspelen naar Jip. En als zij het dan fout heeft, gaat er ook nog geld uit. Dus mm -hmm. dat is misschien nog extra ja. mooi voor de mol. Het lijkt mij ook dat als je als dat je als mol hier zijnde wel denkt, van nou, ik ga er hè, sowieso al niet van uit dat iedereen een vraag goed heeft. Dus dat ja. is al hè, in ieder geval niet de volle 4000. Zeg, iedereen heeft er één fout, dan zet je op 3000. Mm -hmm. Dan ga je er misschien als mol ook wel vanuit uit dat, dat. Dat in ieder geval een aantal mensen. een vraag door naar Jip spelen. En dan ja. hoop je misschien als mol dat zij er ook nog eens. Uh, eentje fout heeft. Ja, dan wordt in één keer het bedrag. dat. Hè, een aannemelijk bedrag. om dan te verdienen is in één keer nog maar. Als, je, hè, als ze wel bijna alles goed hebben, dan. 2.500 euro. Ja, ja. Maar ik zou. dan heb je nog alles. niet ja. op de plek van Jip willen zitten. Want dat. dan moet nee. je. Uh, uh, hopen dat de rest vragen naar jou toepast Waardoor jij dan op een precies. gegeven moment uh, alles fout kan doen en dan pas geld uit de pot kan halen. Maar ja. Ja, het had ook kunnen zijn dat niemand jou een vraag stuurt. Dan heb je niks kunnen doen in die positie als molzaande. Dus nee, dat lijkt me dan nog wel de slechtste positie om te zitten, misschien wel, van uh, alle negen kandidaten. In ja. Totaal. Maar ja, uh, je bent naar nou, dus nou, ja, huis, dus zij en... zit in ieder geval niet. Dat weten we nee, zeker. Ja. Nee, maar ja, ik denk inderdaad wel hè, de beste positie is op de berg geweest, maar het is nou niet dat ik, dat ik direct denk van, hè, er was zo'n monster bedrag te verdienen, je moet als mol op de berg zitten. Nee, dat is waar. Nee, Het kan, het kan beide, ja. Maar als je toch moet... Ja, weet pristen... je, er komt best dat flink wat geld verdiend worden, maar die kans is wel echt heel klein dat dat ook echt verdiend zou worden. Ja, ja helemaal mee eens. Um, we kunnen het heel even snel doornemen hoor. Um, want we hebben Fons twee vragen uh, zien beantwoorden op beeld. En de derde uh -huh. vraag uh, zegt hij goed beantwoord te hebben. Maar we zien die vraag niet in beeld. Um, hij, hij benoemt alleen de vraag en hij zegt dat hij hem dus goed ja. heeft. Maar ja. Dan moeten we hem op zijn mooie blauwe ogen geloven. Ja, inderdaad. En die vierde vraag die zien we helemaal niet in beeld. Um, een beetje soortgelijke gebeurt ook bij, uh, bij Anna. Uh, zij heeft twee vragen goed op beeld. Derde uh, is ook niet in beeld. Maar ze benoemt wel het juiste antwoord van die vraag. Dus ze geeft ook nog antwoord mm -hmm. op de vraag. Dus dan kunnen wij als kijker controleren of dat klopt. En dat klopte dus ook. En die vierde vraag is dan ook weer niet te, uh, te zien op beeld. Nee. Ja, van alle vragen die niet uh, benoemd zijn, kunnen we eigenlijk vanuitgaan aan de hand van het bedrag dat uiteindelijk verdient... is, dat ze fout zijn geweest. Waarschijnlijk. Wel, uh, ja. Maar omdat ze door de eerste persoon zijn beantwoord... zorgt dat niet voor min geld wat dat betreft. Nee. omdat het, hè, het is gewoon niet extra geld dat in de pot kan komen. Nee, inderdaad. Nee, je, je houdt het dan gewoon op 0 euro, inderdaad. Ja, precies. Um, dan hebben we nog Rosario, die komt daarna. Die heeft het eigenlijk niet zo heel goed gedaan... want hij heeft één vraag juist, dat gaat over die film. Um, hij heeft een vraag fout... en hij heeft een vraag die hij in ieder geval doorpaast naar uh, Jip... die uiteindelijk ook fout wordt beantwoord door hmm. haar. Uh, die vierde vraag ontbreekt ook weer... En dan dus hebben die we nog... is ook fout. Ja, die is ook sowieso fout. Uh, Justin mm -hmm. hebben we twee vragen niet van gehoord. Maar één daarvan paast hij door naar Jip. Want Jip geeft in een biecht aan dat ze twee vragen van Justin gekregen heeft. Dus zo weten we in ieder geval dat die, uh, die derde vraag dus ook van, uh, uh, van Justin uh, afkomt. Mm -hmm. uh, voor de rest beantwoordt hij één vraag juist. Dat zien we op beeld. Ja. Ja. En we weten niet wat Jip heeft geantwoord op die vragen. Dus die zijn eigenlijk ook al fout. Ja, waarvan we één weten dat die fout is, inderdaad. En die andere twee ja. weten we inderdaad ook niet. Dus als je dan een beetje de berekening wil maken, dan zou ik zeggen: uh, drie vragen uh, heeft Fons juist. Drie vragen heeft Anna juist. Eentje is door Rosario juist. Eentje is door Justin juist. Kom je op 2000 euro. Uh, drie hm. vragen fout van Jip. Kom je op 1250 euro. Ik denk dat dat de juiste ja. berekening moet zijn. Dat denk ik ook. Ja. Beetje zo gerekend, want dat was natuurlijk bedrag. Maar ik had inderdaad in de aflevering wel het idee dat het hoger zou zijn. Op een gegeven moment hoorde ik 12 Ja, 50, Ik vond het ik, ik, ik niet echt op die manier aan het volgen, want dat, dat vond ik dus wel te ingewikkeld. Of in ieder <laughs> geval ik, niet, niet de moeite genomen om het op die manier te volgen, zeg maar. Nee, dat snap ik. Ja, het gaat ja, ook ik heb er steeds, denk altijd meestal van. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die dit allemaal uit gaan tekenen. Dus uh <laughs> ja, 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 ik voel me aangesproken. Waarvoor hartstikke bedankt allemaal. <laughs> Ja, precies. Ik heb het schema trouwens ook helemaal uh, op mijn Instagram gezet. Dus. Uh, um, ja, als je het even terug wil kijken, dan moet je daar wezen. Guido Laagstripje Verheijen. Yes, inderdaad. Ja. Um, dus ik denk dat dat gebeurd is. En als we dan een conclusie moeten trekken, zijn Rosario en Justin best wel verdacht. En zijn Anna. Ja. en Vondst dat eigenlijk totaal niet als je drie van de vier vragen goed beantwoordt? Ja, en je past erg verdacht, maar zij ligt ja. eruit. Ja, dus, okay. uh, ja, precies. Ja. Um, dus. Ja, ik denk dat we daarmee deze tweede opdracht ook wel uh, zo goed als besproken ja, hebben. dat uh, denk ik wel. Ja, ja, bij veel meer, ja, over de andere partij was gewoon niet heel veel te zeggen. Nee. Als dat ze gewoon met enige regelmaat opstonden. En dat deze uh, allemaal en dat ze, Ja, en dat het ja. wel grappig was om te zien soms. <laughs> ja, ja. Nee, inderdaad. Uh, wat dan nog wel opmerkelijk is, is om te noemen. Uh, aan het einde van deze opdracht uh, houdt uh, de penningmeester Justin. Die houdt 250 euro achter. Ja. Ja. ja is dat, oh, dat daar heb ik wel wat van raar. te zeggen. Ja. Dat vond ik zo irritant. <laughs> ik denk, je kunt best wel een keer met, uh, met geld iets doen. Hè? Ja. Maar. Toen. Toen. Hij begon over dat geld. Toen wist ik al van. Hij heeft het sowieso zelf achtergehouden. En toen dacht ik ook al van. In aflevering 1 was je aan het azen op penningmeester. Jij had gewoon toen al in je hoofd. Ik wil dit gaan doen. En ook al heel snel. Ja, ja. ik vind het een beetje, een beetje makkelijk of zo. Ja, en het is ook al in het verleden zo vaak gedaan. Dus waarom. Het is niet meer origineel of ja. zo. Dat nee, je denkt van. Oeh, ik zal eens even geld achterhouden. Doe dan zeg maar iets. Origineels of zo met een briefje dat doormidden scheurt, zoals toen in het jubileumseizoen ja. en dan, ja, telt het wel, telt het niet, uh, Precies, ja. een beetje dat is in ieder geval nog origineel, maar dit vond ik zo makkelijk ik, dat ik, ja, hier kan ik me dan wel aan ergeren <laughs> ja, en je weet gewoon wat ze of zijn, dat kan natuurlijk op aan dit... ergere dialect <laughs> ja of je ergert je ergens aan en iets irriteert je dat was het volgens mij toch ja zoiets ja, kan ja. ook ja en je want, weet gewoon ze dus zijn in bedoel. de aflevering zijn ze aan het tellen en dan weet je gewoon er is ja. iets mee want anders gaan ze dit ja. niet in de aflevering gooien nee nee dus dat is ook wel een beetje niet hoe je na, na, zeker niet na zeker niet vijf opdrachten nee 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 daarom dus uh, ja uh, volgens mij is alleen Tooske de enige die weet dat dat, dat Justin het achterhoudt, weet ik eerlijk gezegd niet zeker of ze dat. Nou, volgens uh, mij weet. ook niet. Volgens oh, mij weet zij. Nou, ik heb het idee dat zij het niet weet. Nee. Want Justin zegt: Je hebt mij altijd met het geld gezien. Dus ah, je weet dat ik het niet heb. En dan niet. zegt zij: Ja, maar jij weet dus ook dat ik het niet heb. Want wij zijn altijd. Hè, ja, dat zo. is het, ja. ja. Ja, maar inderdaad, volgens mij zegt die groep dan op een gegeven moment ook: van, 250, daar gaat de mol niet zoveel moeite voor doen. Uh, het is te klein. Het nee. bedrag is te klein. Om voor 250 ja. euro dat uit de pot te spelen, ja, is ook wel weer ergens zo. Ik vond ja. het vooral gewoon een beetje irritant of zo. Ja, ik begrijp het wel. Ja, dus uh, ja, er zit iets. Het uh, is 250 euro minder in de pot uh, dan uh, dat had kunnen zijn. Maar ik moet zeggen, de pot ja. uh, loopt wel weer lekker op. Die staat nu op uh, ja, 7.750 euro met die 250 euro van Justin er dus bij. Ja, wanneer krijgen we de, 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 de veiling waar we al vijf jaar om het vragen zijn? Ja, die moet gewoon komen dit seizoen. Je, je merkt gewoon dat het de pot te hoog is. Dit is volgens mij bijna het ja. eindbedrag van vorig seizoen of zo. Dus, uh, ja, vorig seizoen was ze best wel een mooi bedrag toch? Het, ah, het seizoen ja. daarvoor, ja, dat daarvoor. was dramatisch. Ja, dat was dramatisch. Mij. Ja, met uh, even om. Ja. Ja. ja, klopt. Toen hadden ze echt iets van 8.000 of zo maar. <laughs> oh ja, dat klopt. Ja. ja, daar zitten ze nu Maar wel toen eindelijk. hebben ze ook echt iets van 10.000 uitgegeven aan zo'n. Uh, aan, aan zo'n zo vrijstelling in de trein of zo. Of, of, of een voorsprong in de trein. Oh, nee, dat was het seizoen met René Fokker, ja. Ja, toen was hij ook heel laat. Ja, laag. Dat, ja dat, 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 dat seizoen, klopt. dat was ja, heel laag. Dat was oh, heel dat laag. was met René inderdaad. Ja, pot, uh, dat was in Tsjechië. Ja, ja dat was ook zo leem. En daarna was het zo van: oh, je hebt de laagste pot ooit. Maar ja, uh, andere kandidaten hebben ervoor gezorgd dat er 5000 uitging. Ja, dat was niet eens jouw. Ja, uh, nee, 10.000 10.000, 10 ja, ja, precies. Ja. ja, inderdaad. Nee, dat was uh, een beetje leem, ja. Ja. Ik ben benieuwd hoe het dit seizoen gaat zijn. Ik verwacht Precies. wel dat er nog iets gaat komen. Ja, wat je, wat goed, we vorige week ook al zeiden. Ja. Uh, ik denk dat we dan aangekomen zijn bij de test. Ja, ja. Uh, Jip ligt eruit, wordt wel veel verdacht door uh, kandidaten. Zo onder andere mm -hmm. door uh, Fons, door Rosario en door Justin. Uh, Jeroen oh. wordt helemaal niet verdacht. We zien ook van hem niet nee. wie hij verdenkt. Dus dat is op zich wel gek. Nee, maar we zien van Kees en Rian eigenlijk ook maar. Hè, ze zeggen elkaar te verdenken, maar dat is het ook. Ja. Ja, er wordt niet alles getoond. Nee. Ja. Van Alma wordt bijvoorbeeld ook niet gezegd wie zij verdenkt. Nee. Van Tooske niet. Nee. Dus het is dus allemaal nog wat. wat uh... Ja, het is ook moeilijk. Er zijn nog zoveel mensen in het spel nu. Ja, dat is zeker. Dat je, is maar. Zeg maar, in het begin is het altijd uh, zo'n groot spinnenweb. En je, ja, je hebt er ook wel niet heel veel aan, omdat je gewoon ziet dat. Dat mensen die gewoon nu niet spreiden, eruit vliegen. Of het minst spreiden. Ja. Ik heb ook het idee ik, dat... Ik had ook zoiets... Je hebt een beetje tunnelvisie gehad op Justin. Dat idee J heb ik. Ja. Ja, toen ik aan het kijken was, uh, toen, toen zei... Um, ach, hoe heet die acteur uh, uh, dan al? Die niet genoemd werd. Jeroen? Oh man, ik weet niet op zijn naam. Ja, Jeroen, Jeroen, dank ja, je. Jeroen. Ja. Die... Um, die zei ook van dat, dat, dat hij, gok, hij misschien al te veel op een persoon zat. Dan had ik ook iets van ja, als je er nu uitvliegt, verbaast het me dus ook niets. <laughs> nee, nee. Nee, helemaal mee eens. Ja, daar valt ook moeilijk iets van te zeggen op dit moment. Uh, nee. Dus, uh, nee. Op, op, in ieder geval, hier, hieruit kun je nog niet echt opmaken wie de mol is. Volgens mij, Ik heb ook het idee dat dat de afgelopen jaren ook steeds moeilijker geworden is. Trouwens, om uit uh, wie denkt wie nog iets zinnigs te halen. Ja, dat Want, denk ik ook. Zeg maar, ze monteren dat toch op zo'n manier dat, dat, dat iedereen ongeveer evenveel verdacht wordt. En op het einde zijn het, is het altijd een beetje, zeg maar, die of die. Ja, en dan zijn ze allebei al evenveel verdacht geweest in het seizoen. Dus nee. dat kun je nog niks zeggen van uh, op wie ze dan de uit zijn gegaan. Nee. nee. Dus uh, nee, uh, ja, dan uh, hebben we daar ook niks, in, niks op te zeggen voor de rest. En dan uh, moeten we maar gewoon lekker doorgaan. No, nog, niet, denken, nog niet, nee, <laughs> nog niet. Nee, inderdaad, nog niet. Um, jij hebt de verdenkingen van de website als we dus weer bijgepakt. Ja, zeker. Ik dus, uh, uh, ben benieuwd. Uh, ver onderaan bungelt op dit moment Rosario. Die wordt het minste verdacht met maar 4%. Dat Dan krijgen we Justin met 7%. Uh, mm -hmm. Tooske met 9%. Uh, Jeroen met 11%. Uh, Fons met 13%. Rian 14%. Kees 18%. En Anna 24%. Anna alweer bovenaan. Dus Anna nog steeds ja. erg veel. Ja, ja, ze wordt wel veel in beeld gebracht, maar ik heb daarom juist het idee dat ze het ja. niet is. Maar... Nee, precies. Daar hadden wij thuis ja. ook over, toevallig. Oh ja? Ja, ja, ja. mijn moeder zei ook van, ik vind het wel erg verdacht. Ik zeg ze van, ja, maar zie eens hoe vaak zij in beeld is. <laughs> ik vraag het ook vaak aan mijn collega's en die zitten er niet zo uh, diep in de materie, uh -huh. hoor, dus zoals ik. Dus die, die, die zeggen ook vaak dan Anna. Dus ik hoor heel veel om mij heen al Anna. Dus dan ben ik ja. wel een beetje bang voor dat ze er of snel uit ligt... Uh, of in ieder geval niet de mol is, zeg maar. Mm -hmm. dan, uh... Ja, ze, ze staat ook op goede posities iedere keer. Dus ik, ik snap het ik wel. Snap het ook, uh, ja. Ja. Maar ik denk dat de productie haar minder in beeld zou brengen als ze de mol daadwerkelijk zou zijn. Ja, nee, dat denk ik ook. Of een aantal dingen die dan in één keer heel verdacht zijn, dan misschien net wat anders zouden editen. Ja. Ja, het enige wat je zou kunnen zeggen uh, van Rosario bijvoorbeeld... is uh, dat hij dus heel weinig in beeld is gebracht... maar deze aflevering wel bij die quiz dan maar één goed antwoord geeft. Dus dat is misschien ja. dan nog gek. Datzelfde valt voor Justin te zeggen, die ook nog mm -hmm. op de tribune stond. Dus daar had hij op zich ook wel een goede molpositie te pakken. Ja. Uh, maar staan allebei relatief laag, dus dat is op zich wel gek. Uh, mm -hmm. Dus misschien moeten we die twee ook maar even goed in de gaten houden. Maar ja, 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 ja. ja. ja Anna stond wel bij die ja. microfoon, ja. Maar had het wel snel... Ik heb toch ja, nog steeds dat ik Rosario... ondanks allemaal dit soort dingen... nog, ja, nog niet heel hoog heb zitten of zo. Nou, nou oké. Okay. Um, ik heb ook even aan de, mijn uh, kijkers uh, gevraagd om uh, te stemmen. En uh, daar zien we Rosario helemaal onderaan staan. Uh, <laughs> dan Tooske. Uh, Kees daarboven. Dus die wordt ook best wel weinig verdacht... terwijl die op de site dus best wel hoog staat, mm -hmm. volgens mij. En dan hebben we Justin met 10%, Fons met 10,5%, uh, Jeroen met 11%, daar komt ze Anna met 20% en Rian met 22%. Ze gaat een keer met mij mee in plaats van met jou. Ja. Kom maar jongens, ja. stap maar in. Ja, ze luisteren naar jou. Uh, want ja, is dat ja, dan ook ik het jouw... Zeggen, normaal gaat, uh, ik denk al, huh? Tooska is een van de minsten. Normaal volgt iedereen altijd wat jij zegt. <laughs> nee, nee mijn, mijn publiek heeft een eigen mening, uh, Gé. Ja, of jouw nou, mening, okay. kan ook. Of mijn mening. Jouw mening. En dan andere meningen zijn fout, of niet? <laughs> ja, precies. <laughs> want is, nee, is het dan ook het zo dat je bij uh, Rian blijft? Want het is jouw schot voor de boeg, ik, uh, dus, uh... ik blijf nog wel bij Rian, ja. Okay. Kijk, ooit hè, heeft iemand van ons gewoon in de schot voor de boeg goed. Ja, dat uh, wel een keer, toch? Ik blijf ook nog steeds wel bij Justin op nummer twee. Want ik vind hem nog wel iedere keer op goede posities. Niet mega veel in beeld. Beetje irritant met gelden te pot, wat wel jammer is, maar hè. Ik uh, laat hem nog wel even staan op nummer 2. En wat is dan het allerverdachtste wat je van Rian hebt uh, gezien ja. in deze aflevering? Nou, ik vind gewoon, ze is niet mega veel in beeld of zo. Ja. Uh, ze heeft wel nu al een aantal keer een positie gehad waar ze ervoor kon zorgen dat er geen geld in de pot kon komen of het in ieder geval moeilijker gemaakt wordt. Ja. Ja, en ze. ze, uh, hè, ze, ze is een beetje onder de radar of zo. Ja. Ze is niet heel. En, en, en daarnaast is ze ook nog eens actrice. Oeh, dus, dat is gevaarlijk. Ja. Dus <laughs> ja, zeg maar, dan wel. kun je ook wel vaak zo'n rolletje spelen. Ja. Ja, kijk, okay, snap je wel. ja. En Justin dan vooral omdat hij een beetje op de achtergrond blijft? En... Nou, of? ook een beetje. Hij ja. blijft op de achtergrond, heeft hij iedere keer wel goede posities. Uh, ja, maar het doet het wel raar met als spanningmeester dan door. Ja, ja dat, dat vind ja. ik dan, zeg maar, dat, dat is dan ook waarom ik niet zeg van dat is mijn topverdachte. Ja. Mm -hmm. uh, en dat maakt me ook wel aan het twijfelen of ik hem überhaupt op de twee zou moeten zetten. Maar voor nu heb ik geen betere twee, zeg maar. Nee, nee ik snap je wel. Zijn ja. gebrek aan betere... Uh... Ja, nee, helemaal goed, helemaal goed. Ja, ik had uh, vorige week op Anna had ik op twee staan. Maar ik denk dat ik haar daar afhaal. Omdat hm. ik denk uh, dat ze het niet is. Ja, zo simpel is het. Ja... <laughs> um, ik vind het wel lastig om Tosco op de eerste plek te laten staan. Iets in me zegt dat ze het zou kunnen zijn. Maar bij die eerste opdracht van ja. deze aflevering, we hebben het er net over gehad, staat ze totaal niet op een goede plek. Of ze moet inderdaad nee. gezien hebben van. Hey, het gaat al verkeerd. Ik ga wel gewoon lekker rennen. En uh, doen jullie een uh -huh. fout. Ik, ik hou mijn mond wel gewoon dicht. Ja en bij de tweede zat ze ook niet op een, ja, ook, een hele goede nee, plek hè? Ook niet nee. echt. Nee, ze, ze, ze oppert wel om een keer te gaan staan. Maar dat doet, al, dat uh -huh. doet iedereen eigenlijk wel een keer. Dus maakt het er daar dan ja. meer verdacht door? Niet echt? Nee. Ja, ja, ik vind het moeilijk. Ja, terwijl als mol moet je nu wel iets doen, want het bedrag in de pot is hoog, dus... Ja, ik zou precies. zeggen, nu wil je als mol knallen. Revanche nemen op de eerste aflevering, maar dat gebeurt dan niet echt. Mm -hmm. nee. ja. ja, ik vind het moeilijk. Ik, ik heb mijn punten wel weer op haar ingezet in de app, maar... Mm -hmm. um, ja, ik, ik zie daar ook wel eventueel een potentiële winnaar hoor. Ik bedoel, ik denk dat ze ja. al, nog hè, zowel mol als winnaar zou kunnen zijn. Ja. Ik uh, bedoel, ik vind Toxic ook wel niet dat ik denk van. jij, jij hè, Ik hoef jou niet te verdenken. Nee, nee. Um, oh, moeilijk. Oké, okay, ik ga het zo ja. doen: Tosco op 1 en ik zet uh, Justin op 2. Ja? Okay. Ja. En waarom zet jij Justin dan op 2? Ja. In, ja. Uh, ook omdat hij gewoon een goede plek heeft te pakken uh, bij die tribune. Uh, ik denk dat dat penningmeesterschap dat hij dat doet omdat hij de mol is en misschien zo een beetje de aandacht van zich af probeert te krijgen. Maar uh, ik denk dat, dat het een beetje van, hè, kijk eens ja. hoeveel verdacht ik ben. Uh, daardoor ben ik niet meer verdacht. Ja, zo van dit zou de mol niet ja. zo snel doen en dan is hij er toch dat precies een beetje omgekeerde psychologie. ja precies, beetje, uh, ja, precies. Hè? Het, het oververdacht maken van jezelf zeg maar waardoor eigenlijk je totaal niet meer verdacht bent inderdaad ja uh, en hij heeft dus twee keer een goede positie te pakken want hij staat en op de tribune dus en hij is op de berg aanwezig dus ja, ja en daar deed hij het ook niet al te best bij die berg dus uh, nee nee precies um, dan zijn we er doorheen voor deze aflevering denk ik zomaar ja maar volgende week zijn we er gewoon weer met aflevering drie wel uh, dus bedankt voor het kijken en voor het luisteren Ja trouwens ook nog de mensen die een reactie achter hebben gelaten Spotify, heel erg ja, bedankt Ik zag dat je er een paar gepint had Guido Klopt, klopt Leuk, ja. uh, blijf dat vooral doen zou ik zeggen Precies Ja Dus ook leuk voor mensen die misschien ons hè, net op de podcast ontdekken Om dat te zien En uh, ja, laat vooral weten wat je van de afleveringen vindt Ja en het uh, wordt ook heel erg leuk uh, bekeken en beluisterd op, uh, op YouTube Dus uh, daar ook heel uh, erg bedankt voor ik dacht dat de vorige aflevering iets van 5000 keer uh, bekeken nou, en beluisterd was. Dus dat zijn leuke getallen om, uh, leuke aantallen. om te zien. Dus uh, blijf lekker kijken en luisteren. En dan uh, zijn we de volgende week gewoon weer met een nieuwe aflevering. Ja, dat klinkt goed. Doe we dat. Tot de volgende week. Doei. doei.